Pauline, we zijn hier vandaag bij jou te gast, bij jou Thijs te gast, in het kader van de Baby Loss Awareness Week, waarin we de hele week stilstaan bij babysterfte. En ik zou haast zeggen, helaas zijn we ook bij jou te gast. Jammer dat jullie hier zijn. Ja, dat vinden wij ook. Maar we gaan in gesprek over het verlies van jouw prachtige dochter Belle daarin. En toen we hier aankwamen, toen heb je iets voor ons ook meegenomen. Ja, ik heb voor jullie gehaald speciaal een Pussense bodempje. Ik heb namelijk altijd geroepen, als ik ooit een dochter krijg, ga ik geen beschadigd muisjes doen. Dan misschien ook wel. Maar dan doe ik een Pussense bodempje. Hier bij de bakker gewoon te koop, bij de plaatselijke bakker. En ik vind het heel lekker. Dus we houden een beetje die traditie erin om haar een beetje levend te houden tussen aanhalingstekens. Om haar te eren. Eten we dit nog steeds wel eens graag. En ik wil ze graag laten proeven ook. Heel graag. Het is nu bijna namelijk aanstaande zaterdag alweer. 2 jaar geleden. Ja. Helaas, dat ze is geboren en gestoord. Ja. Kun je eens vertellen? Je raakte in verwachting, want je hebt al 2 stoere jongens. Ik heb al 2 stoere jongens. En die zwangerschappen gingen ook niet helemaal makkelijk en vanzelf. Ik wil wel dat je het even proeft. Oké, sorry. Mag ik een vorkje? Een vorkje, ik wil het alweer met mijn hand pakken. Ik moet het even proeven. Ja, en jij hebt gezegd dat je dus een herkende, goede kok bent ook, vroeger. Mm. Even zo. Dat is wel lekker, hè? Ja. Dus met spijs. Mm-hmm. Lekker, joh. Ja, hè? Nou, ik zal eerst mijn verhaal doen, ga ik zo eten. Oeh, lastig. Nee, ik heb al 2 mooie jongens. En ook die, toen ik daarvan in verwachting moest raken, ging ook niet helemaal vanzelf. Ik had helaas hulp van het ziekenhuis nodig. Maar uiteindelijk, ik kan heel goed relativeren. Er zijn vrouwen die 7 jaar minimaal bezig zijn en dan nog niet zwanger zijn of dan pas zwanger zijn. Uiteindelijk heb ik hulp, een setje in de rug, een duwtje in de rug nodig gehad. Maar uiteindelijk is het... heb ik daar 2 hele mooie jongens van gekregen. En ik heb PCOS. Ja, dat zijn polycystueuze eierstokken. Dus dan heb je eigenlijk eierstokken met te veel eicellen. Oké. En toen... ik ben zelf enig kind. En toen droomden we van een... Ik droomde altijd van een groot gezin. Ik ben echt een moedergans. Ik zeg ook altijd, als ik morgen de jackpot win, ga ik fulltime moeder worden en alleen maar een moedergans spelen hier thuis. Het is niet boven te werken, bedoel ik. Ja. En voor de rook uit de schoorsteen. Het is eigenlijk... wilden we voor die derde gaan en dat lukte maar niet. En zowel met hormoonspuizen niet. En op een gegeven moment in mijn omgeving zeiden mijn vriendinnen al... moet je niet eens naar het ziekenhuis gaan en gewoon vragen van mag ik IVF? Na zo lang tijd proberen. Ik denk dat ik toen inmiddels 2 jaar bezig was om zwanger te worden. Echt in het ziekenhuis. En een verlangen naar... Ja, we werden steeds groter. Ja. En natuurlijk, ik kreeg van mijn eigen vader ook wel eens te horen... joh, je hebt 2 gezonde kinderen. Omarmen, het accepteren, ben eens tevreden. Rupsje nooit genoeg. Kun je dat zo benoemen? Wat is dat gevoel dan? Een droom. En ik dacht, ik ben nog jong. En we hadden een nieuw huis gekocht met een kamer over, letterlijk, voor haar. Mm. Of hem, voor een baby. Yeah. Ja, dat was gewoon een droom. En ik dacht, waarom mag een ander keihard vechten tot het laatste moment om een baby te krijgen? En ik niet, maar het gezin voelde nog niet compleet. Yeah. Terwijl ik blind was voor mijn jongens. Maar tijdens de punctie had ik echt heel veel eieren. En toen bleek ik dus van al die eieren maar 1 ei te zijn die het overleefde. Het embryo. En dat was het gouden ei, zei ik elke keer. Ja. Want het bleek dus achteraf ook nog eens een meisje te zijn. En dat was Belle. Hey, en dan de zwangerschap, hoe verliep die? Op een gegeven moment rond week 18 of 19 heb ik na opnames van echte Gooise moeders, televisieopnames, zat ik in de auto en ik had heel veel kramp continu. Nou, en in combinatie met dat ik zal je de details besparen, maar ik had symptomen waarvan ik dacht, dit klopt niet helemaal. Waardoor ik het ziekenhuis belde, waaronder een hele troebele plas. Dus toen heb ik het ziekenhuis gebeld en ik had eigenlijk niet eens een rechtstreeks nummer. Dus ik werd naar een soort van een centraal nummer. Ja, waar moet ik eigenlijk heen? Doorverbonden. En daar legde ik het aan uit. Het was dan een
klinisch verloskundige. Toen legde ik aan haar uit van wat ik allemaal had. En toen zei ze, nou, dat klinkt alsof je bekkeninstabiliteit hebt. Maar dat is wel vroeg als je dat nu al hebt. Laat staan straks, hè, tegen het einde van je zwangerschap. Dus het kans dat je dan plat moet. Dus laat je daar even, ga daar even naar kijken. En toen heb ik me eigenlijk weer naar huis laten sturen. Ik had gewoon zelf strenger moeten zijn. Nee, dit klopt niet. Ik wil onderzoeken. Yeah. Dus ik ben toch naar huis gegaan. Dacht ik, oh, moet ik gaan bellen? En ik waggelde inderdaad ook wel. Moest mijn schoonvader uit zo'n lachen. Die zegt, je loopt alsof je bijna uitgerekend bent. Ik waggelde. Niet van de drank. Yeah. Van de zwangerschap. Yeah, yeah. Toen ben ik... toen ben ik toch maar weer doorgegaan. Ik wilde je niet laten kennen. En toen stond ik op een zaterdag met Harmen in een garage naar een auto te kijken. En bij toevallig een vrouw, dat wist ik, die ook graag zwanger wilde worden. En toen zei ik, nou, en ik stond er van mijn linkerbeen op mijn rechterbeen. En kramp. En ik ging weer naar de wc. Ging weer kijken, ook elke keer of ik geen bloedverlies had. Ook gek genoeg, dat had ik helemaal niet. Maar was ik ook continu mee bezig, maar in mijn broek te kijken, in mijn slip. Of ik geen druppeltje bloed zag. En het zat gewoon niet goed. Ik had gewoon krampen. Dat denk ik dus bij achteraf gezien dat het al voorbeen, weet dat toch? Ja. Yeah. Waren. Het was vervelend. Het was naar. En donderdag had ik opnames. En toen moest ik een mooi jurkje aantrekken. Achteraf gezien was dat dus veel te vroeg. Maar dat is bij televisie werkt dat zo. Dat volgens de hadden een draaiplanning. En ze hadden een baby shower voor mij gepland. Dus al mijn vriendinnen en mijn moeder waren op locatie ergens voor een babyshower met onze taart en onze dingen, onze ballonnen, bloemen, noem maar op. Yeah. En toen kom ik aan in Amstelveen bij mijn vriendin Leslie, ook van Gooise Moeders. En op dat moment staan er een cameraman en een geluidsman en die willen mij zenderen. En die vinden het leuk, want ik heb een keer eerder met hen gedraaid, waren al niet onze vaste... Yeah. cameraploeg, dus onze crew. Meer een beetje aftasten, weet je wel. Niet echt heel erg eigen. En ik vertel aan hen, ja, ik ben zwanger. Ik zeg, maar ik zit helemaal niet lekker in de wedstrijd. Dat zei ik dus tegen iedereen. Ik zeg, ik heb overal pijntjes. En, ik zeg, goed dat ik het zeg. Ik zeg, staat iedereen binnen al klaar om te starten met filmen? Ik zeg, anders wil ik heel even snel toch nog het ziekenhuis bellen. Om dus die 21 weken, die 20 weken echo die bij 21 weken gepland stond, om die toch naar voren te halen. Want ik wilde gewoon onderzoeken. Ik wilde dat er gekeken werd. En terwijl ik dat zeg, geen grap, voel ik water langs mijn benen lopen. Dus eerst dacht ik meteen, sta ik hier. Dus ik raakte in paniek. En toen zei ik, ik weet niet meer heel even. Ik zei sorry en ik belde op ik drukte de bel in bij mijn vriendin Leslie. En die had net een babytje ook en die deed open en die duwde haar naar binnen. En die riep mij nog achterna, moet je ongesteld worden of zo? Weet je, dat is totaal als een beetje een grapje, omdat ik zo naar binnen rende van naar de wc. Zo'n nood, ja. En toen was er eigenlijk, toen was ik gelukkig met met nog een vrouw die op dat moment aanwezig was als regie. We zaten eigenlijk Leslie, ik en zij... meteen in een bubbel van, oké, het is foute boel. Je moet actie ondernemen. Actie, ja. En maar het was nog niet meteen al mijn vruchtwater. Helemaal trillen en oké. Nou, toen moest ik dus weer het algemene nummer bellen. Ik had weer geen noodnummer. Dat was achteraf ook allemaal dat ik dacht, waarvoor heb ik niet mijn eigen verloskundige gebeld? En uitgelegd, ik totaal in paniek. Zei ze nog, probeer het maar op te vangen. Ik nog een waterglas iets geprobeerd op te vangen. Want het gekke was... Want ik riep alleen maar, het is toch geen plas, want je gaat ruiken. Ik ging ruiken in mijn slip. Nou, toen raakte ik in paniek en toen hebben we dus iets van kunnen opvangen. En toen riep Leslie nog, ik wil dat je nu naar mijn ziekenhuis hier in Amstelveen gaat. En ik ben dan heel praktisch. Ik denk, nee, dan lig ik niet in mijn eigen... Ik wil bij mijn eigen kinderen in een Trooi, in Trooi zijn. En ik dacht gewoon, ik ga stap nu mijn auto en ik moet met gierende banden naar het ziekenhuis. Ja. En toen zei Leslie, ja, nee, je gaat niet. Ik zei, jij hebt ook net een baby, dit komt goed... En niet wetende dus op dat moment nog steeds dat er een babyshower was. En mijn moeder nam maar niet op. Dus mijn moeder dacht, ik moet paniek niet opnemen. Ja, want jij belde in paniek je moeder. Ja, en die dacht, als ik paniek ga vragen stellen... en ik sta hier op een babyshower, kan ik niet liegen. En op dat moment was er nog niet. En er stond ook een filmploeg daar dus klaar. Die waren dus de voorbereidingen daar aan filmen. Ja, en toen werd er op een gegeven moment duidelijk door de crews onderling... die contact hadden, van dat er paniek was bij mij... En dat de baby shower niet doorging. Nou ja, en eerst dat wilden ze ook niet meteen paniek in de tent brengen.
Maar op een gegeven moment, ja, toen is mijn moeder toch wel ingelicht. En toen is mijn moeder met gierende banden naar het ziekenhuis hier ook gekomen. En Harme ook. En toen zijn we met z'n allen in het ziekenhuis gebleven. En ik wist aan alles. En op dat moment waren nog niet mijn volledige vliezen gebroken. Maar ik wist en voelde aan alles een foute boel. En dat geef je natuurlijk niet toe. Want je wil blijven vechten tot dat laatste moment. Maar ik dacht, dit is foute boel. En wat is dat foute boel? Wat denk je dan? Dit loopt fout af. Ik wist natuurlijk ook dat ik pas op dat moment was ik 20 weken in verwachting. Ik weet heel goed dat je pas vanaf 24 weken in Nederland dat een babytje gered wordt en levensvatbaar is. Nou ja, ik weet niet of het levensvatbaar is, maar dat het in ieder geval gered gaat worden. Ja, dat de medische dokters iets kunnen doen. Ja, ja, dat ze in actie kunnen komen en mogen komen. En dus ik wist, dit is 4 weken te vroeg. Dat klinkt heel stom, want met 24 weken wil je het ook niet. Maar, maar eigenlijk wist je toen al van, dit is fout. Ja, je hebt en hoop, de kans bestaat dat ik. Ja, en ik zat daar te wachten in een apart kamertje, heel fijn. Ik kreeg onderzoeken. Op dat moment zag ik op de echo nog steeds genoeg vruchtwater. Beweging. Op dat moment zag het er allemaal goed uit. En op een gegeven moment komt de gynaecoloog binnen met haar assistent, met de verpleging, met de klinisch verloskundige. Volgens mij met 3 of 4 man sterk. En die kwamen met een beetje binnen in witte jassen. En ze kwamen binnen. Toen moest ik eigenlijk al meteen huilen. En ik dacht, die komen mij halen om te zeggen, ja, ik dacht, goed nieuws. Zullen ze zeggen, nou meid, je kan naar huis. Er komt gewoon even één iemand dat vertellen. Ze zei iets in de trant en pin me er niet op vast. Van, nou, ik heb geen slecht nieuws, maar ook niet helemaal goed nieuws, zei ze, geloof ik. En toen legde ze dus uit dat er inderdaad in de kweek vruchtwater gevonden was. En dat kan betekenen dat er een scheurtje in mijn vlies zit. En toen moest ik dus rust houden. Ik hoor Harm nog vragen. Ja, maar mag ze dan wel koken? Nee, koken is dan niet verstandig. Belangrijk voor de man. Nou ja, het was meer, het was niet volledige bedrust. Maar wat mocht dan wel? Yeah. Maar ik hoorde dat eigenlijk allemaal niet eens meer. Ik dacht, het interesseert me niet of het gezond of slecht voor mij is. Nee. Ik ga plat. Yeah. Ik doe niks meer. Yeah. Want ik wil dit redden. Yeah. De tweede nacht, om 4 of 5 uur, toen ineens, ik had een maandverband in om dus te kijken wat ik elke keer opving. En toen braken mijn volledige vliezen uit. En toen zei ik meteen tegen Harmen, ik belde naar het ziekenhuis. Ik had inmiddels wel een noodnummer dat als er wat gebeurde. Dus toen zeiden ze, ja, kom maar. Ik ben in de auto gestapt, daarheen gereden. En toen kwam ik aan op de afdeling. En ik kwam daar binnen en toen zei ze, waar is je man? En toen zei ik, ja, die is thuis bij de kinderen. En is op z'n test. En toen zei ze, ja, ik denk wel dat je hem moet gaan bellen. Want ik had heel netjes dus mijn maandverband meegenomen. Ook zo praktisch. Maar ik dacht, dan kan ik laten zien wat ik verloren ben. En toen zei ze, ja, je vliezen zijn gebroken en je moet je voorbereiden dat de bevalling in de gang gaat komen. Binnen nu een 48 uur gemiddeld, of 72 uur. Dus ik heb Harm gebeld. Dus ik zei, ja, Harm, het is foute boel en je moet komen. En toen kwam Harm in het ziekenhuis. En heel raar. Want dan weet je dus, dan is je dus verteld, de bevalling gaat op gang komen. En je krijgt een stilgeboren baby. En wat zeg je dan tegen elkaar? Ik zou heel eerlijk zeggen, ik weet het eigenlijk niet meer. Dat was wees in een hoes. Voorbij. Was je emotioneel? Ja. Heel verstandelijk? Ja, ik was heel emotioneel. Ik vond, dat was ook onwerkelijk. En toen dacht ik, ook boos op mezelf. Want zie je wel, ik voelde dat er iets niet goed zat. Waarom heb ik niet eerder actie ondernomen? Maar de bevalling kwam dus niet op gang. En ook niet na 48 uur en niet na 72 uur. En ik lag maar in het ziekenhuis. Ja, en wat dan? Dan ga je op een gegeven moment in gesprek met de artsen ook. En dan gaan ze ook de risico's uitleggen. En toen hebben ze in het ziekenhuis gezegd van, ja, je mag hier blijven. Maar wij raden je aan om naar huis te gaan. Want het risico op een bacterie of een infectie is hier veel groter. Vele malen groter dan thuis in jouw eigen omgeving. En dan krijg ik ik weet niet precies na hoeveel dagen, maar een dag of 3, 4, kreeg ik heftige bloedingen erbij. En toen dacht ik, nee, weer angst. Dus toen ben ik weer naar het ziekenhuis gegaan en het wilde laten zien wat ik dus aan bloed verloor.
En toen zeiden ze wederom, bel je man maar, want dit zijn waarschijnlijk ontsluitingsbloedingen. En dat is een teken dat de bevalling waarschijnlijk nu op gang aan het komen is. Nou, na een paar dagen zeiden ze, ga maar naar huis dan. En als het zo blijft, dan het is geen goed teken, maar jij wil niet het opwekken. Dus ga ervoor en ga naar huis. En toen een anderhalve week, toen zei Harmen, toen het ziek is, toen hadden we in het AMC een afspraak. Ik raakte een beetje eigenlijk paniekerig en toen zaten we daar. En toen gingen we vanuit daar weer, kregen we te horen van, nou, ik ben gewoon heel eerlijk, Pauline. Je hebt gebroken vliezen en bloedingen. Allebei is niet fijn als je hebt en je hebt allebei. Ja. Toen zeiden ze, we moeten gewoon eerlijk tegen je zijn. Het is gewoon, de kans is zo niet heel. Want we hebben ze dus ook aan ons al gevraagd van, vanaf 23,5 weken moet je met spoed naar AMC. En dan gaan we het dus proberen te redden. Of het op gang komen, of te remmen eigenlijk tot 24 weken. Maar dan moeten we wel van jou weten, hoe ver moeten we gaan met het redden, met het reanimeren. Ja. Dus ik werd opgenomen in het ziekenhuis in een verloskamer. Wat ook heel raar was, want ik lag 's nachts te vechten, terwijl ik op de gangen, mijn pasgeboren baby's in mijn vorm. Ja, en mensen hoorden, oh, gefeliciteerd, nou wel thuis. En hoorde ik naast mijn vrouw, ik hoorde vrouwen binnenkomen die aan met weeën. Dus dat was best wel gek. Ik lag ook echt bij de deur. En het was ook zo zweverig. Maar ik kwam elke keer terug in het ziekenhuis. Er was altijd de vraag, waar is haar plek? Welke kamer is er vrij? En elke keer was het dezelfde kamer. Dus het voelde op een gegeven moment ook vertrouwd. Het was inmiddels mijn kamer. Ja, jouw kamer. En dan kwam ik terug en dacht ik, oh, het is deze kamer. Ik weet dat het hier goed komt. Het voelde wel alsof ik er voor spek en bonen lag in het ziekenhuis. Ik drukte ook nooit op die knop, want ik dacht, ik lig hier voor spek en bonen. Want ik ligt er niet medisch, maar ik vond het zo fijn dat ik nu, als er mocht er wat gebeuren, dat ik dicht bij het vuur zat, dat ik mensen, professionele mensen om me heen had. En er werd er wel aangegeven dat als de kamer nodig was, ja, dan moest ik naar een andere kamer. Ja. Maar zolang het niet nodig was, mocht ik er blijven liggen. Ja, en toen kwam er de bewuste nacht. Ik zou 3 dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. En daarna moesten we wel weer even kijken. En ik raakte vooral die derde dag, die dag voor de bewuste nacht dat ze werd geboren, al heel erg paniekerig. Van, ja, maar wat moet ik nou morgen gaan doen? En dan ging ik al Harmen FaceTime en zei ik, gaan ze me nou morgen naar huis sturen? Zo, ik ben hier juist eindelijk tot rust gekomen. En ineens kreeg ik kramp. Ik lag in mijn bed en de Harmen opgehangen. En toen kwamen de zusters met de avondronde. Slaap lekker. En heb je nog iets nodig? En toen zei ik voor het eerst, wil je een slaappil? Heb ik nog nooit gehad. En toen zei ik, nee, ik heb niks nodig. En toen zei ik zeg maar, ik heb zo'n onrust. Ik heb zo een beetje kramp. En toen kreeg ik toch weer een echo aan de buitenkant om te kijken. Ja. En ze zei, nou, ze is niet ingedaald, het gaat nog goed. Dus ik probeerde te slapen en dan werd ik weer wakker. En dacht ik, oh, ik heb echt kramp. Dacht ik, dit hou ik ook niet weken vol, zoveel pijn. Nee. Nou, toen weer naar mijn andere zij en dacht ik, zijn dit dan weeën? Dacht ik, niet aan denken. Het zijn geen weeën, want als het weeën zijn, toen dacht ik, oké, toch weer slapen. Dus ging ik weer slapen en dan werd ik weer een uur later wakker. Dacht ik, oh, normaal slaap ik als een blok, maar het was zo rustig. Dus ik bleef er maar aaien. En toen had ik op een gegeven moment kramp en toen dacht ik, verdorie. Dus ik heb toch die rode knop gedrukt. En toen kwamen ze, zei ik, en dus ik emotioneel. Ik zeg, ik ben zo angstig. Ik zeg, ik weet niet wat ik voel. Ik zeg, ik merk ook dat ik lieg tegen mezelf. Ik weet ook niet eens, ik weet niet waar ik mee bezig ben. Ik zeg, ik zit in ontkenning. Ik weet het niet. Ontspannen, zei ze. En ze zou ik je een slaappil geven. En toen dacht ik, kom maar op, dan stop je me helemaal vol met drugs. Ik moet nu knock-out, want morgen zijn die weeën weg, dacht ik. Of die krampen. Want dat had ik al vaker gehad. Nee, en toen werd ik rond een uurtje of 5, ik weet het niet eens meer, 5 of 6 wakker. En toen dacht ik, oh, ik moet plassen. En toen ging ik naar de wc. Toen wilde ik drukken. Toen kreeg ik ineens de behoefte om, en ik moest niet poepen. Ja. Number 2 hoefde ik niet. Maar ik had het gevoel, ik wilde de boel even aanspannen. Toen dacht ik, niet zo raar. Ja. Toen ging ik opstaan. Ik deed mijn broek snel omhoog. Zag ik, niet zo raar doen. Dit gevoel willen we niet. En toen ineens kreeg ik een soort van, ik wil niet zeggen rust over me heen, maar iets boven mij zei, waar ben je nou mee bezig? Wat ben je nou, wie ben je nou aan het voorliegen? Waar ben je nou? Ga nou eens zitten. En ga nou eens naar je lichaam luisteren. En wat voel je nu? En als jij even dit wil doen, als het goed zit, dan gebeurt er niks. En als je dat wel iets gebeurt. Ja. Nou, en toen deed ik echt zo, en toen vloep. Toen dacht ik, toen voelde ik al dat er iets uitkwam.
Ik deed zo. En toen dacht ik, nee. Want ik durfde het niet aan te raken. En ik vond het heel eng ook. Want dat zeg ik je ook heel eerlijk. Want je weet, het is te vroeg, het is te klein. Yes. Dus ik dacht, dus ik ben zo waggelend. En ik durfde er ook niet met mijn hand aan te raken. Dus ik ben over mijn slip en dus hangmat heen. Mijn maandverband, en noem ik altijd hangmat. Ja. Waggelde ik terug. En toen heb ik op de knop gedrukt. En toen zei ik, ik ben aan het bevallen. Ze komt al. En toen kwam ze heel snel al. En dan wordt ze op je buik gelegd. En dan was Harmen er niet nog. Want die was nog buiten. En dan beweegt ze. Dan is ze warm. En dan vind je er eigenlijk, net zoals elke andere ouder, vind je er mooi. En dan denk je, waarom doet niemand wat? Waarom, je wilde haar eigenlijk bijna terugstoppen. Yeah. En zij maakte meteen heel lief, de gynaecoloog, meteen foto's ook. Het was heel gek. Wat voelde je op dat moment? Ik denk hoes. Ik denk een soort van blackout. Dat je er heel erg lang naar dat je dus weet dat het kan gebeuren, maar dat je nog, en dan toch gebeurt het ineens. Ja. Denk ik. Voelde het meteen als jouw dochter? Ja, dat wel. Ja, ik heb ook gevraagd achteraf van die dingen dat ik denk, wil je een foto maken van haar geslachtsdeel? Omdat ik gewoon wilde zien dat ik een meisje had gekregen. Ja, het is achteraf zo raar eigenlijk. Ja. Beetje bijna luguber klinkt het. Maar ik wilde gewoon weten, zeker weten en trots kunnen laten zo zien. Zo trots. Dat ik een meisje had. Dat er geen piemeltje aan zat, maar dat het toch echt een poes is. Dus een vagina, weet ik veel hoe je dat onder hoort. Eigenlijk heel raar is het zo hard te zeggen. Maar ik was zo trots dat ik moeder was van een dochter. Dat ik zei, ik wil het vast hebben. Was de leven dus toen ze op jouw buis werd gelegd? Ja, ze had stuiptrekkingen. Ja, en ze was wel stil. En warm. En dan komt die stomme placenta niet los. Dus dan ben je in bevallen, wat al natuurlijk heel verdrietig is. En dan krijg je ook nog te horen, terwijl ze op dat moment nog warm is. En dan, jij kan het ook uit ervaring helaas meepraten. Dat hoe langer een kindje dood is, hoe meer het bij mij, als ik over voor mezelf praat, hoe meer het van me af kwam te staan. Het was niet meer warm. Wanneer overleed ze dan? Nou, toen ik er dus niet bij was. Want ik moest dus naar de OK voor mijn placenta. Die dus niet losliet. Ik ging weg en toen leefde ze nog. En dan kom je terug. Ja. En toen was ze overleden inmiddels bij Harmen. En Harmen durfde er niet vast te houden. Maar je was er niet bij toen ze overleden? Nee. Wel dat ze overleden was? Ik kwam terug en toen hadden ze, dan komt een arts, hij heeft dat officieel vastgesteld. Dat komen ze dan zelfs bij zo'n klein babytje doen. Ja. Er wordt dan officieel doodverklaard. En wanneer nam je dan afscheid van Belle? Nou, we dachten dus dat het een normale keuze was. Maar ze hadden daar in het ziekenhuis niet heel erg veel ervaring mee, merkten we. Want de vraag was toen heel snel van of ze wel of niet op sterk water kon. Vanwege dus het eventuele onderzoek wat erna gedaan moest worden. Nou, toen bleek dat dat wel kon. We mochten bij haar blijven. En op een gegeven moment wordt er toch gesteld, het is heel pijnlijk, maar we hadden dus sowieso besloten om haar niet mee naar huis te nemen voor de kinderen. Ik wilde haar voor de jongens weghouden. Achteraf gezien, je doet op dat moment wat goed voelt en wat je denkt goed. Wat denkt goed is. Je doet wat goed, hoe zeg je dat? Wat op dat moment goed voelt. Goed voelt, maar je denkt ook het goed te doen voor je kinderen. Je wil het goed doen. En op dat moment dacht ik het goed, dat het goed was om ze een stilgeboren baby, een dood baby, eigenlijk een babylijkje, om ze dat niet te laten zien. En hoeveel uur, dagen zat er tussen dat je Belle dan in je armen kon sluiten en het moment dat je haar dan afstond aan de wetenschap? Een paar uur. Ja. En wat zeg je dan in die paar uur tegen haar? Van wat ben je mooi, wat zonde, ik denk dat soort dingen.
En op het moment dat, deze video online komt, is het de Babyloss Awareness Week. Een week waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd rondom babysterfte. En alleen al in Nederland gebeurt dat helaas ontzettend veel. Maar uit eigen ervaring, en ik denk dat jij dat ook wel hebt, is dat de omgeving soms ook niet zo heel goed weet, ja, hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe kunnen we ouders benaderen, contact leggen, die een kind of meerdere kinderen hebben verloren daarin? Als je één ding zou mogen meegeven voor juist die omgeving, vrienden, familie, collega's, wat zou je dan zeggen van, doe dit alsjeblieft wel, of misschien doe dit niet? Praat erover. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En iemand geeft zelf wel aan of hij behoefte heeft of dat hij eroverheen praat. En misschien een verjaardag, vergeet je niet. Simuljaar. Gaat toch breken. Een verjaardag vergeet je niet, maar misschien is het ook wel heel erg mooi om iemand... Sorry. Wat raad je nu? Ik weet het niet. Gewoon wat ik de hele tijd al ophou. ik denk dat het is ook logisch, hè, dat ze niet alleen bij babysterfte, als iemand komt te overlijden, krijg je tijdens de uitvaart heel veel aandacht, logisch. En dan krijg je daarna, gaat het na een paar weken, ja, dan sta je er toch alleen voor. Dat is dat rouwproces, denk ik ook. En dan krijg je, we zwakken het een beetje af. En dan het eerste jaar na het overlijden krijg je nog een berichtje of een kaartje van, hey, het is een jaar geleden. En dat is logisch, hè? We gaan allemaal door. Dus dat is geen verwijt naar mensen. Maar dat wordt 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. En dan op een gegeven moment, tweede jaar, is er dan veel minder kaartjes en berichtjes dan het eerste jaar. Yes. En ik betrap mezelf eigenlijk ook al op. Ik weet niet of jij dat ervaart. Maar het eerste jaar van haar overlijden, een jaar later, keek ik er heel erg tegenop. Ik was heel zwaarmoedig. Alle eerste keren vond ik lastig. Ik vond het erg. Oh, hou op. Ja, ik vond het erg dat de serie, de opnames afgerond waren. Want dat was voor mij de serie wat draaide om haar zwangerschap, om mijn babyshower, om haar uiteindelijk helaas overlijden. Toen de afleveringen afgerond waren op televisie, vond ik dat raar. Want het draaide allemaal toch om... Ja, ik werd zielig gevonden. Dan ga je dan toch... Je krijgt aandacht. Mensen vinden je zielig. Je krijgt steun. Is toch wel fijn misschien. Ja. Dat vond ik moeilijk. Nou, dan komt de eerste keer kerst, Sinterklaas. De uitgerekende datum kwam bij mij. Oud en nieuw vond ik heel moeilijk. Ja. Sluit ook echt een jaar af. Ja, precies. Een jaar en ook het eerste jaar zonder haar. Nou, toen kwam in februari de uitgerekende datum. Wat ik eigenlijk niet eens zo heel zwaar vond, omdat ik dacht, ja, ik ben op lijst 30 weken haal vanwege 33 weken vanwege de eerdere vruchtgeboorte van dit. Dus ik had die 40 weken niet eens echt in mijn hoofd als doel. Maar toch was dat haar uitgerekende datum. Dat is dan lastig. Nou, je eerste eigen moederdag vond ik heel vervelend. De eerste moederdag waarbij je dan ineens... Je hebt ook ineens een stempel, want je bent een moeder van een sterrenkindje. Ja. En komende zaterdag is het dan 2 jaar geleden. Ja. De geboorte is tegen vandaag. Hoe leef je daar deze week naartoe? Nou, ik heb sowieso... Ik wil het ook aan iedereen meegeven. Wat ik heel mooi vind. Want wat geef je aan iemand die ligt te vechten voor de BMI... of in een rotperiode zit? Ik heb van een vriendin, die heeft een... toen ik plat lag met gebroken vliezen... die heeft op Spotify een lijst aangemaakt. En die deed elke dag... daar een mooi liedje, een emotioneel liedje opzetten. En die playlist heet natuurlijk ook bellen. Toen nog Madeliefje. Toen ik in het ziekenhuis lag. En op een gegeven moment kregen mensen, zelfs de verloskundige in het ziekenhuis, die kregen daar weet van. En iedereen mocht daar zijn liedje voor mij opzetten. Of naar mij sturen, appten ze, dan zet ik het op die lijst. Yeah. En toen zei mijn vriendin dus wat de uitslag of uitkomst ook is van deze hele rollercoaster. Of jullie het samen halen of niet. Deze playlist blijft een hele mooie herdenking. Herinnering. Dankjewel. Blijft een hele mooie herinnering voor bellen. Voor de baby. En dan of met een goede afloop, met mooie herinnering van, oh, weet je nog die zware tijd? Of die emotionele tijd. Maar stel, je zou nog één ding tegen Bella mogen zeggen. Oh, dat ga ik nu wel huilen. Wat zou je dan zeggen?
Dat wil je. Ik hou van je en ik mis je. Ja. Ik heb altijd een hele grote mond. Ik lach altijd alles weg. Maar soms ben je zo verdrietig. Ja. Maar wat ik vooral ook zie is... een mama die ontzettend veel van haar dochter houdt. En een heel trots op haar dochter is. En ja, er is pijn en gemis. En er is verdriet. Maar er is ook ontzettend veel trots en liefde die je voelt. En die mag ook getoond worden. Ik denk dat ze het ook een beetje eenzaam is, hoor, houden. Weet het wel zeker. Het is fijn dat het bespreekbaar gemaakt wordt, heel fijn. Maar ergens is het ook soms zo lastig... omdat het uiteindelijk wat er in iemands hoofd omgaat. Hmm. Zelfs Harmen bij mij, denk ik, je moest eens weten. Maar ik weet het van hem ook niet. Ja. Maak je daar zo gewoon... Nee, want hij geeft mij de ruimte en ik hoop dat we... hij respecteert mijn verdriet. En ik hoop dat dat hij mij ook zo dusdanig na 16 jaar als eigen ziet. Dat hij weet dat hij bij mij ook zijn verdriet... maar ja, hij is zo hard. Ik huilde ook toen het net gebeurd was, vooral in mijn bed. Vond ik lekker als niemand er was. Ging ik dan de hele, ik heb avonden de koptelefoon opgezet en daar playlist van afgeluisterd. Gewoon in mezelf lekker huilen. Ja. Ja. Maar niemand dat ziet. Nee. En je hoort. Ja. Soms zijn emoties haar en ik dacht ook, oh, nu net ook het hele gesprek. Ik denk ook, oh, hou het droog. Oh, lekker. Ik kan er luchtig over praten. En dan toch, dan voel je het soms een beetje niet huilen. En dan toch breek je uiteindelijk. Ja. Dat ik dat niet wil, dat ik weet. Ik weet het, er zijn veel erger. Ik bedoel, ik vind... En ik weet dat jij dat waarschijnlijk nu niet wil horen. Maar ik vind jouw verhaal alweer veel heftiger dan mijn verhaal. Denk je, als we daar 22 weken vergeleken... een tweeling van 30 weken, weet je wel. En die 2 dagen geleefd heeft. Dan denk ik, nou, als ik jou was, zou ik denken... joh, jij hebt nog niet meegemaakt wat ik mee heb gemaakt. En dat is zo streng voor jezelf. Ja, dat zei je in het begin van het gesprek ook wel. Best hard en misschien zo opgevoed... Gewoon hup, niet lullen, maar poetsen, doorgaan. Ja. Ja. Maar ja. Ja. Rauw zijn liefdestaal voor de persoon, voor bellen die je niet meer is. Ja. Ja, ik zou zo graag wel eens terug willen naar die dag. Om er nog eens bewust te ruiken en te voelen en aan te raken. Heb jij dat ook wel eens? Ja. Ik denk, oh, het gaat zo snel, hè. Net zoals trouwen gaat ook zo snel. Ja. Zo'n dag, ik bedoel, het gaat altijd snel. Wat is nou 1 dag? Ja, zeker. Ja, en dan wat zeg ik, een dag, een paar uur. Want... Ja. Ja. We gingen s'avonds de kamer thuis uit het ziekenhuis. Dan gingen we als mijn ouders Chinees gehaald, geloof ik. Omdat, ja, wat moet je doen? Ja. En toen dacht ik... dat ik zo kwaad was, omdat het zo verdrietig... Toen zei ik zeg, geef maar een heel glas rode wijn. Ik zeg, dat is ook goed voor... mijn ijzer, dacht ik. Maar ik had natuurlijk heel veel bloed verloren. Dus ik kan nog herinneren dat ik aan Thanos zat. Ik dacht dat ik... na alle emoties dat ik hoor had. Maar ik had een hap. Toen dacht ik, helemaal niet. En toen nam ik een slok wijn. Nou, toen viel ik bijna van die ene slok al om. Toen zei ik, nou, ik zeg, ik ga naar bed toe. Ik wil naar bed. Ik wil slapen. Ja. Ja, zo raar dat je dan naar bed toe gaat alleen. Ja. En lege buik. Het lege buik en lege handen. En je voelt geen beweging meer. Nee. Schoonmoeder zei elke dag, laat elke beweging die je voelt, neem het in je op, geniet ervan, want elke beweging kan de laatste zijn. Hm. Ja. Dankjewel. Ja.